Dankjewel, vlog wel. Oh, ja. Hallo. Hoi, ziek. Welkom, dit is een nieuwe vlog. We zijn vandaag op het Kalinaplein in Dieren. Ja. Yes. Ja, dus we hebben vandaag een interview. Ziek. Wat zijn jullie namen? Ik ben Rosalie. We werken allebei voor de krant. En jij bent... Ik ben Joshua. En ik ben Rosalie's collega. Ja. Leuk, ja. Ja. Ja, welkom. Dank u. Dankjewel. Hoe gaat het met jullie? Ja, best goed. Ja, helemaal goed eigenlijk. Lekker weer, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Vandaag is het wel mooi weer, ja. Ja, vandaag is het inderdaad heel mooi weer. Ja, zeker. Ja. Okay. Wat hebben jullie allemaal bereikt in het leven? Nou, wat hebben wij bereikt? Begin jij maar. Nou, ik ben op dit moment 18. Ik heb mijn TL-diploma gehaald en ben nu bezig met het mbo. Ik werk hier bij Hulp Networks al 1,5 jaar. En ik heb het doel bereikt om heel veel te reizen al. En ik wil nog alleen maar meer gaan reizen en genieten van het leven. Okay. Ja. Ja, ik heb ook mijn VMBO-diploma gehaald. Ik ben ook bezig met het mbo op dit moment. Ik heb al wat... Ja, ik heb ook al heel veel gereisd inderdaad. Vind ik ook heel erg leuk om te doen. Voor de rest werk ik al bijna een jaar bij Hulp Networks. Ik ben bezig met de verkoop. Ik heb ook inderdaad wat certificaten daarvoor gehaald. Ja, en dat is eigenlijk wat ik ook bereikt heb. Ja, kom, netjes ja. Ja. Ja, dus ik ben trots op jullie. Nou, ja, dankjewel. Ja. En ja, jullie vinden het ook leuk, een leuk werk? Ja, ik vind het heel leuk werk om te doen. Ja. Het is nu inderdaad ook heel lekker weer. Dus dat is heel erg leuk. En fijn natuurlijk dat we niet in de regen hoeven te staan. Ja. En het is leuk om te communiceren met mensen. En zeker. Ja, ja, ik vind het werk ook heel leuk. Het leert je ook met verschillende mensen omgaan. Weet je, elke dag ontmoet je ook nieuwe mensen. Leert je ook sociale skills. En je leert natuurlijk ook verkopen door officiële trainingen en dan op de straat toe te passen. Dus dat is alleen maar een win-win situatie. Voor mij ook vooral omdat ik later met mijn mbo na mijn studie ook in een verkoop wil gaan werken. Ja, ik ook inderdaad. Ja. Wat willen jullie allemaal nog bereiken? Wat wij willen bereiken? Nou, dat is wel een heel groot woord. Wij willen sowieso dus de verkoop in. Dat lijkt ons leuk. Mij lijkt het leuk om inderdaad in de sales te gaan of junior account manager. Dat lijkt me ook heel erg leuk. In ieder geval iets in de verkoop. Wat ik eigenlijk wil bereiken is inderdaad een grote vraag. Ik wil later in een showroom gaan werken voor een automerk. Ik zelf studeer daar ook nu op dit moment voor. En dat is eigenlijk een beetje mijn droom om dat te bereiken. En uiteindelijk ook voor mijn familie te kunnen zorgen, zodat zij ook geen zorgen meer hebben. Ja. Ja, mooi. Ja, echt wel. Ja. Ja. Grappigste blunder ooit? Grappigste blunder ooit? Ik heb wel een blunder. Ja, begin jij maar. Ik moet er ook even over nadenken. Eens even denken. Een van mijn blunders, ja, dat was met surfen. Ik wilde heel stoer doen voor een paar meiden die ik ben tegengekomen en ik ging van een golf af en ik donderde met mijn bord heel hard van mijn bord af over een golf en zo had ik heel hard voor een paar meiden waar ik stoer tegen wilde doen heel hard op mijn neus in het water gegaan. Ja, oh ja. Dat was een best grote blunder. Ja, dat klopt. Ja, mijn blunder. Ik heb wel heel veel blunders meegemaakt. In ieder geval dat ik... Ik moet even nadenken inderdaad. Ik kan het nu niet zo... Ik denk dat ik gewoon... Ik heb wel eens een wedstrijdje fietsen gedaan. En dan wie het hardst wilde fietsen. En ik kwam 3 meter vooruit. En toen ben ik eigenlijk wel heel hard gevallen. De rest heb ik niet echt blunders. Nee. Wel gewoon dingen die je meemaakt natuurlijk. Ja.
Nee, dat is wat ik nu kan bedenken. Ja, snap ik. Als jullie de president zijn van Nederland, wat zouden jullie willen veranderen? Nou, ik zou willen veranderen dat, dat mensen hun boodschap eigenlijk hier bijna kunnen betalen. De prijzen zo in de lucht stijgen, dat ik zou wel iets, een beetje een compensatie van de overheid dan zou toepassen. Eigenlijk. Ja, snap ik. Dat is eigenlijk waar ik nu, jij ook toch? Ja, als ik president zou zijn, ik weet niet, ik denk dat ik eigenlijk gewoon vooral nu het benzineprijzen goedkoper zou willen maken. De inflatie verminderen, dat is eigenlijk wat we willen. Ik denk dat dat wel een van de grootste doelen zou zijn als ik president zou zijn. Maar ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar goed. Ja, ja. Misschien ooit, hè? Misschien. Ja, ja. Klopt, ja. Grappigste en liefste persoon die jullie kennen? Nou, ik denk de grappigste en liefste, nou, ik heb er natuurlijk wel meerdere. Een van de grappigste en liefste personen is mijn beste vriendin, Fee. Met haar kan ik altijd heel erg hard lachen. En heb ik het ook altijd gezellig. Of mijn vriendje, ook altijd, altijd leuk, hè? Ja. En altijd gezellig. Dus, zeker. Camille, die zie je er wel. Inderdaad. Misschien word je binnenkort zo bekend dat ik het even. Inderdaad, hè? Ja, dank je. Dat zou mooi zijn, ja. Zeker. Nou, ik denk de grappigste en liefste persoon die ik ken. Ik denk dat het mijn oma is, om heel eerlijk te zijn. Ik hou heel erg van mijn oma en ze is heel grappig en heel lief. Dus ik denk mijn oma eigenlijk. Ja, dat is ook wel lief, ja. 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 Wat vonden jullie de zwaarste maatregel van corona? De avondklok. Ja, de avondklok en dat we mondkapjes overal moesten opdoen. Ja. Dat vond ik echt wel heel heftig. Ja, ook met ons werk op een gegeven moment moesten we ook mondkapjes opdoen. Ja, dat was echt niet te doen. Ja, als je met mensen moet praten en dan de hele tijd een mondkapje op hebt, terwijl het hier de hele tijd vochtig wordt. Ja, nee, dat was gewoon, niet fijn. Nee. Ja, nee, dat is niet fijn. Nee, inderdaad. Nee, was wel pittig. Ja, avondklok. Zeker. Wel fijn dat we super dus alles. Ja, zeker. Eindelijk. Ja. Top 3 mooiste landen? Nou, ik heb sowieso mijn top 1 Dubai. Daar ben ik een paar maanden geleden geweest. Ja. Dat is heel leuk. Ja, mooi. New York wil ik ook nog zeker een keertje heen. Daar ben ik nog nooit geweest. En Spanje vind ik gewoon heel erg leuk en gezellig. Altijd om te zijn. Ja, het favoriete landje eigenlijk voor mij. Voor jou? Ik denk dat Zuid-Afrika op nummer 1 staat. Ik heb ook familie, maar ik ben ook vaker geweest. Portugal, Algarve, vind ik heel mooi. Ben ik ook een paar keer geweest. Ik ook. En Zuid-Frankrijk. Ik denk dat dat wel de 3 mooiste plekken zijn waar ik ben geweest. Ja, zeker. Met wat kunnen mensen jullie blij mee maken en laten lachen? Als ze bij ons op een contract komen. Ja, voor, als ze bij ons een contract ondertekenen natuurlijk. En voor de rest vinden we eigenlijk alles. Maakt ons wel blij. Zeker, wat natuurlijk een beetje lief is. Ja, ja. Inderdaad. De gezelligheid. Ja, zij willen wel in de vlog. Ja. Ja. Zou jullie nog leuk vinden om wat te vertellen over jullie baan? Ja, tuurlijk. Nou, wij werken bij Hold Networks. En wij verkopen natuurlijk... we verkopen de krant eigenlijk, zodat mensen voor een goedkopere prijs de krant thuis hebben. Ik heb zelf ook wel bij de Albert Heijn gewerkt en ook als krantenbezorger bij een callcenter. Maar dit blijft toch echt het leukst, dat je lekker buiten kan werken, dat je kan communiceren met mensen. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Ja, het is natuurlijk ook leuk. Bij dit werk je ook met alleen maar mensen van je eigen leeftijd. Dus je hebt ook gemaakt gewoon heel veel vrienden. Ja. Bijvoorbeeld wij staan hier ook voor het eerst vandaag samen. Nou, we hebben het ook meteen gezellig. Ja, en dat is natuurlijk wel leuk aan het werk. Vaak hebben we ook daarna nog borrels en leuke feesten. En je hebt ook natuurlijk altijd gewoon leuke reizen. Dat je kan winnen bijvoorbeeld skivakanties of dit jaar naar je Ibiza. Ja, ik ben ook op skivakantie geweest met mijn werk. En je kan ook allerlei leuke dingen winnen. Ik heb mijn telefoon ook gewonnen via mijn werk. Dus zo zijn inderdaad wat leuke dingen naast ons werk. Ja. Ja. Klopt. Heel erg bedankt. Ja, zou geen probleem. Zou die nog wat willen toevoegen aan de vlog? En, nou, ik en zeg abonneren op dit kanaal. Want het kanaal heet Bekende Abi. Bekende Abi, inderdaad. Lekker abonneren en like natuurlijk deze video. En zet ook even in de comments wie jullie willen dat Abi nog meer gaat interviewen. Ja, precies.
Dankjewel. Ja, hè? Geen probleem. Nou, vond het hartstikke leuk om mee te doen. Ja, ik vond het ook leuk. Maar ja. Zou jullie nog een SO willen doen aan iemand? Ja, SO naar Nautenheim. SO naar, ik zeg dan, SO naar, naar Char. SO naar Charlotte. Ja. En Isa. Yes, allemaal abonneren. Yes. Nou. Like, ook SO naar jullie, bedankt. Yes. Hè? Yes. Oh, ja. Dank. Nou, doei. 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 Ja, leuk.